Beste collega's, ik laat jullie zien hoe je een wachtwoord van een leerling kan resetten. Ik zit nu in mijn CoolOmgeving. Hier zie je de applicatie staan. Vervolgens ga je naar groepen. Daar druk je op en selecteer je je eigen groep. Ik neem nu als voorbeeld even MB1. Vervolgens ga je naar de leerling toe. Ik neem als voorbeeld even Gulen. Hier zie je haar gegevens staan. Dit is haar gebruikersnaam en tevens ook haar eigen e-mailadres. Dan klik je op wachtwoord en vervolgens vul je een nieuw wachtwoord in. Dit wordt het nieuwe wachtwoord. Dat herhaal je nog een keer. Je drukt op wachtwoord opslaan. En de leerling heeft op dat moment een nieuw wachtwoord gekregen. Einde bericht.